verhuizen nu. Hoe doe je dat? De mensen van Dierenpark Emmen die zijn er al 2 jaar mee bezig. Na 80 jaar gaat een deel van de dieren een paar kilometer verderop wonen in Wildlands Adventure Zoo. Maar elk dier heeft natuurlijk een gebruiksaanwijzing. Olifanten moet je langzaam geestelijk voorbereiden om in zo'n aanhangwagen te stappen. En hoe vervoer je een giraf trouwens? Hey, vandaag volgt een deel van deze met recht unieke verhuizing. Door sommige bewoners wordt er al over gefluisterd. Bij anderen moet het kwartje nog vallen, maar één ding is zeker. In Dierenpark Emmen staat wat te gebeuren. Ik zou zeggen legendarisch. Ik vind het geweldig. Een waanzinnige klus en fantastisch om mee te maken. Ik vind het gewoon echt een ontzettend uitdagend project. Lege hokken en velden afgelopen week in Dierenpark Emmen. Symbolisch gehuld onder een dikke laag sneeuw en ijzel. Geen favoriete temperaturen voor de veelal tropische dieren. En terwijl de een beschutting zoekt, neemt de ander het er nog even lekker van. Maar het is de stilte voor de storm. Het hele dierenpark gaat verhuizen naar het nieuw aangelegde belevingspark Wildlands Adventure Zoo, zo'n 500 meter verderop. Er komt echt wel wat bij kijken. Het is echt een traject van 1,5 jaar waar we al aan het nadenken zijn van hoe gaan we het doen. In welke volgorde gaan we dieren verplaatsen, welke transportmiddelen. Ja, je moet daar gewoon heel goed over nadenken. Het zijn wilde dieren. Dus ja, je kan van alles verwachten. Zoals afgelopen week bij het vervoeren van de neushoorns. Al is het winters in de natuur, de zebra's van het Noorderdierenpark in Emmen zijn in het minst niet verbaasd over het weer. Dierenpark Emmen bestaat 80 jaar. Herinneringen aan met de hand grootgebrachte dieren door toenmalige eigenaars zijn dierbaar. Maar ruimte om uit te breiden is er niet. Een verhuizing dus, maar niet ieder dier stapt zomaar ontspannen de vervoerscontainer in. Zo moeten er bijvoorbeeld straks 199 bavianen onder narcose worden gebracht. En gingen de olifanten afgelopen maanden op verhuistraining. Door middel van een fluitsignaal wordt de dieren geleerd om in en uit de vervoerscontainer te stappen. Goed zo, ga maar achteruit. Goed zo, Ingata. Keurig. Heel goed. Ja, en wil je er nog een keer in? Goed zo, jongen. Afgelopen week was er een nieuwe uitdaging. Sneeuw en ijzel. Maar dat mag de pret niet drukken. Vandaag gaan wij de impala's vervoeren en wij gaan de zebra's gaan transporteren naar Wildlands. Waar moet op gelet worden? Nou, dat de dieren, zeg maar, als de dieren op je afkomen, dat ze niet omhoog gaan. Dus de dieren moeten niet omhoog gaan springen, want ze kunnen echt, de impala's die zouden hier overheen kunnen springen. Dus daar moeten we aan denken dat we ze mooi rustig in één loop zo de trailer in jagen. Nee, dan kom ik er allemaal terug. Hebben we een bezem? Ja, ik kan dek. De Efteling van het Noorden moet het worden. Wildlands Adventure Zoo. Een project van maar liefst 200 miljoen euro. Kosten nog moeite werden gespaard om op dit terrein van 22 hectare... voor dier en bezoeker een ultieme wildlife beleving te creëren. Ik sta hier op de brug van de savanne. Aan de ene kant leven de overige savannedieren, de giraffes, neushoorns, impala's. En aan deze kant de leeuwen. Als bezoeker heb je echt het gevoel dat de dieren in één gebied leven. Nou, ook in Afrika heb je echt de grote rotspartijen. Nou, die zie je hier ook. Die zijn helemaal met het handje gemaakt. Wat leuk is aan de rots hierachter, is dat er ook verwarming in zit. Leeuwen die zijn met deze temperaturen best nog wel buiten. Maar die vinden het wel lekker om ergens verwarmd te liggen. Nou, wat is er mooier om voor die dieren een geweldige warme plek te hebben. Maar wel op een plek waar de bezoeker ze heel mooi kan zien. Alhoewel eerder verhuisde medebewoners rijkhalsend uitkijken naar hun komst, hebben de impala's in eerste instantie nog zo hun twijfels. Maar als er één impala over de dam is, dit park wordt echt ongelooflijk.
We hebben straks drie prachtige werelden. Nortica, de ijzige kou. Serenga, de hete droogte, waaronder de savanne. En Jungola, de jungle, waar we alles terugvinden. Een belevingspark van maar liefst 200 miljoen euro. De vraag is of Wildlands dat straks kan waarmaken. Maar er zijn wel 1,3 miljoen bezoekers per jaar voor nodig. Ja, we hebben 1,3 miljoen bezoekers. En het ligt erg ver weg, Emmen. Emmen ligt zeker wat verder weg. Maar het verleden heeft natuurlijk al uitgewezen met een heel mooi product. Toen Dierenpark Emmen nog uniek en onderscheidend was. Ja, toen kwamen er 1,5, 1,6 miljoen bezoekers. Dus met dit mooie product moeten we dat zeker waar kunnen maken. En dus gaat de verhuizing onverstoorbaar door. Zo. Ja, maar achter. Heel goed, deur dicht. Super. Goed bezig. Goed zo. Heel goed. Goed zo. Wat lekker. Bij giraffen is het altijd dat ze kunnen terugkomen en ze kunnen gewoon heel hard trappen. He, met voorpoten, maar ook met de achterpoten. Voorpoten zelf nog iets harder, dus daar moet je heel erg mee oppassen. Vandaar dat we ook tegenwoordig die grote balen hooien gebruiken. Wat eerder deden we met de schop met heel veel mensen. Dat is toch riskanter. Alleen hier moet je dan wel voor zorgen dat je de hoeken dicht houdt. He. Want ze moeten geen gat zien, want als ze dan gestrest zijn en ze denken, oh daar is een ruimte, dan kan het best zijn dat ze die kant op vliegen. Nog een paar honderd dieren moeten worden verhuisd. En de planning is dat half februari alle dieren over zijn en het park 25 maart kan worden geopend. Heeft u er wel eens wakker van gelegen? Ja, het is een heel groot project, niet zomaar een standaard project. Dus dat brengt ook slapeloze nachten met zich mee. Maar we hebben een super team en ook een zeer vakkundige bouwer. Het geeft gewoon een geweldig gevoel, want ja, vanuit de tekeningen tot realisatie zien we eigenlijk dat het mooier wordt dan we hebben bedacht. Ja, en dat is gewoon een prachtig gevoel natuurlijk.